Hij is waarschijnlijk de eerste stadsvlogger van Nederland. En Brabanten vlogt niet in grote steden als Breda, Tilburg, Den Bosch Eindhoven waar je dat misschien zou verwachten. Nee, de 18-jarige Bart Boom is benoemd tot stadsvlogger van Waalwijk. Hier in de studio uh, aangekomen zonder camera, uh, Bart. Ja, sorry. <laughs> waar is die? Goedemorgen. Vlo vloggers filmen toch <laughs> ik, alles? Uh, ja, <laughs> we filmen alles, maar het is. Uh... Ja, ik heb er zo heel even snel geen antwoord op. Ik heb hem niet, uh, niet meegenomen. Ja, 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 dat is uh, drie minpunten. Uh, ja. min wordt. Nee, vertel eens, um, vloggen in Waalwijk. Um, waarom heeft Waalwijk een stadsvlogger nodig? Ik denk dat Waalwijk uh, de, de ja, bekendmaking dat ze een stadsvlogger willen hebben, omdat ze meer richting de jeugd willen trekken. Ik denk dat ze de jeugd een, een plek willen geven in de maatschappij. Ik denk dat ze de jeugd niet veel betrekken in wat er bij Waalwijk te doen is. En ik denk dat ze nu een stapje uh, naar voren hebben ge gezet om uh, ervoor te kiezen om een actie te houden. Uh, dat je je kan aanmelden als stadsvlogger. En uh, ja, uiteindelijk uh, ben ik de eerste officiële Nederlandse stadsvlogger uh, die is. Uh, die, het die, er is ja, die, die er is die ja. <laughs> Iemand moet de eerste zijn. Hoe, uh, hoe is dat tot stand gekomen? nou oké, okay, uh, men bedenkt op een gegeven moment op het stadhuis van nou we willen een stadsvlogger. Ja. En toen. Nou, toen uh, stuurden ze een persbericht uit, en het is dat ik dan bij uh, Langstraat Media actief ben, maar uh, ze stuurden Dat is dus, een lokale omroep, hè? Dat is de, 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 de lokale omroep, ja precies, Die stuurde uh, die mails direct door, maar um, ik keek de volgende dag op Facebook en toen zag ik daar een berichtje langskomen van, uh, van de stadsvlogger, toen dacht ik, ja... Maar toen heb ik er verder niet echt, dus ben ik er niet op ingegaan. Nee. En, en een paar dagen later toen zag ik dat ik toch in totaal 33, 34 keer getecht was in dat bericht. Oh, dus heel waar, waar ik vind dat jij de stadsvlogger moest worden. Ja, vooral ik bestaat niet uit 33, 34 <laughs> mensen. Maar, nee, maar, Sorry. maar, maar, maar de maar, support was er. Zullen de maar support zeggen. was er ja. zeker. En ze, ze vonden natuurlijk dat ik uh, ja, best wel uh, leuk kon praten en dat ik uh, daar wel iets mee moest doen. En uh, zodoende heb ik me aangemeld met de vlog. En toen begon het te kriebelen en, en, en ja. toen, toen moest je dus uh, als, als soort van pitch of, of sollicitatie, hoe je het wil noemen, uh, een eerste vlogje maken. Ja, dat was de eerste vlog die ik toen heb uitgebracht en dat was uh, ja, voor heel Waalwijk te zien. Die uh, werd heel goed bekeken. Ik denk dat we richting de 30.000 gingen. En uh, toen, uh, ja, toen had ik dus al wel uh, een... een Puntje bij, omdat ik dus een hele vroeger uh, vroeg was. Uh -huh. Ik had een maandje voordat uh, voor de prijzentrekking was, heb ik uh, mij aangemeld. Dus ik had toen al mijn vlog online gegooid. Ah, dus veel views. En, uh, ja. ja, en uh, ik denk dat dat een van de doorslaggevende zetten waren geweest. Dat is een... En uh, Bart, waar uh, wil je nou allemaal over gaan vloggen? Of waar moet je over vloggen van de gemeente? Of wat moeten, zijn de afspraken? Ja, moeten. Er zitten natuurlijk wel afspraken aan. Het is gewoon de. de de, fatsoensnormen, de regelingen die eraan zitten, dat is standaard bij iedere video. Maar ik denk dat um, het moeten van bepaalde items, dat hoeft niet, maar je krijgt wel suggesties. Dus zeggen ze van, um, ja, ga even langs de scholen of ga eventjes dit doen, dat, dat krijg je dan voorgelegd. Of dat je dat dan gaat doen, daar dat kies je zelf voor. Maar uh, het is, um, ja, als, je, als je zelf een leuk idee hebt en je wilt het zelf uitwerken, dan. Is er altijd sprake van mogelijkheden? Maar, maar, maar dat moet je wel bespreken. Of, of mag jij, heb je een carte blanche, mag je zelf... In principe, in principe mag je alles altijd maken, ja. maar het wordt wel gecontroleerd. Okay. Is eindelijk... En wat staat er allemaal ja. op je lijstje? Wat wil je allemaal gaan doen? Wat wil ik gaan doen? Um, ik ben uh, uh, zo overvloed door, uh, door gisteren dat ik eigenlijk niet, er niet op gerekend had dat ik het werd. Ja. <laughs> dus uh, ik heb het nog niet helemaal uitgedacht, maar. Um, ik denk dat we het wel zeker over de gemeente gaan hebben. En uh, over uh, um, ja, wat dat er echt allemaal speelt. De evenementen in Waalwijk. Wat dat er voor jongeren, voor ouderen te doen is. En uh, ja, binnenkort komt de 80 komt weer aan. 80 dus, uh, van de Langstraat. De ja, daar moet, daar moet een vlogje over komen. De toch? Altijd. Dat is dus echt uh, een van de evenementen. Ja, daar moet een vlogje over komen. En die gaat er zeker komen. Oké. Okay. Um, nou, ben jij dan de eerste stadsvlogger? Uh, ik, ik zei het net al, Breda, uh, Eindhoven, Tilburg, waar je het zou verwachten, die doen dat nog niet. Uh, nee. Spreekt die burgemeester eens aan? Ja. Waarom, waarom moet je een vlogger hebben in plaats van een dichter? Of, een, of, een, of een, een, een chroniqueur of wat dan ook? Ja, kijk, er zijn heel veel vloggers. En uh, ik denk dat dit toch wel in het nieuws komt, omdat ik dan de eerste officiële stadsvlogger ben van Nederland. En dat is. Uh, uh, een naam die in principe nog niemand heeft, en nee. omdat ik niet op YouTube zit op, of, op, uh, een of, een, of op een social media um, waar ik die video's dan echt kan opzetten, ik zet het alleen op Facebook, um, is het voor, sta ik natuurlijk wel een stapje terug voor de echte grote namen die op YouTube uh, aanwezig zijn. Maar ja, ik denk dat uh, ja dat als je de vraag, oh, je vraag nou waarom die andere steden uh, ook een vlogger zouden moeten nemen in, in ja. plaats van een dichter? Om dat een te noemen. Want, want Waalwijk ik, zet duidelijk een stap ja. richting de toekomst. Ja, nou, dat zeggen ze zelf ook al. Waalwijk is vooruitkijkend. Walwijk uh, kijkt naar voren. Dus uh, ik uh, ben er wel blij mee. Maar ik denk dat, dat de grote steden dat nog niet hebben. Omdat ze daar misschien niet mee overweg kunnen. Ik, weet, ik zou het echt niet, uh, zou het niet weten. Hoeveel vlogs uh, kunnen we van je verwachten het komende jaar? Het komende jaar? Uh, minimaal tien. Zo, Kijk. Nou, dan zou ik maar gaan nadenken. Ja, moet eerste die je eerst een lijstje maken. Moet, moet maken. Um, we gaan jou uh, gewoon volgen. Gewoon die vlogjes. Het is gewoon hartstikke Zeker. leuk. Waalwijk gaat in de picture komen. In ieder ja. geval, dankzij Bart. Ik heb wel Waalwijk op de kaart gezet nou. Top. Ik ben heel benieuwd. En misschien moeten we zo nog even een vlogje maken. Oh ja. ja maar. Je, je, eerste, je eerste vlogje. Ja, ga ja. je maar eerste vlogje. Dat kunnen, ja. kunnen we regelen. <laughs> ja. kunnen we regelen. Ach, we doen. Bart Boom, de eerste uh, uh, ja, stadsvlogger van Nederland dus, en die komt gewoon weer bij ons uit de provincie. Ja, de loopt zwaar voorop. <laughs>